Wie is er nou niet gek op barbecue? Onze mannen worden helden, halen dat ding naar buiten en gooien vlees op het vuur. En dat moet tegenwoordig een steeds beter stukje vlees zijn. Maar wat ook belangrijk is, is dat je weet waar het vlees vandaan komt en wat de beesten gegeten hebben. Hè? Want wat in het voer zit, dat eten wij uiteindelijk ook. Klopt. Koen Pessers van Slagerij Pessers. Ik zou zeggen, aanvallen op dat heerlijke stukje vlees van jou. Ja. Het zijn Limousin. Koeien die jullie hebben? Limousin-runderen hebben we allemaal. Die Limousin-runderen, die staan in Groningen. Ja? Waarom staan ze trouwens in Groningen? In Groningen, daar is volop ruimte. En dan hebben ze een heel groot stuk weiland. Waar ze gewoon vrij rond kunnen lopen. Hey, leg even een stukje vlees erop tussendoor. En tot een jaar staan ze bij de moeder gewoon in de wei. Gaan we allemaal in het filmpje zien. Want onze collega's die zijn bij jullie op bezoek geweest. In Grunning, of niet? Was het in hier? Grun, dus, ja. En in een productiebedrijf. En ook al hier. Leg jij dit erop, want ik ben meer van het eten hoor. Limousinerund is een rund wat nog dicht bij de natuur staat. Ze kunnen in de wei lopen, ze kunnen in de stal. Ze kunnen lekker van het gras, ze kunnen buiten in de natuur. En dan zorgt ervoor dat ze niet te hard groeien, maar wel zorgen voor een lekker stukje vlees. Een kalf blijft 8 maanden hier bij de moeder? Ongeveer 8 maanden blijven ze bij de moeder. Na de 8 maanden gaan ze wel op stal en dan kunnen ze in het stro en dan krijgen ze een uitgebalanceerd voeding. Waarom hebben jullie juist gekozen voor deze opzet, dus limousinekoeien in Nederland? Dat we de hoogste kwaliteit tegen geringe prijs kunnen leveren, zodat alle tussenhandelen en alle extra kosten ertussenuit zijn gesneden. Vandaar dat we een eigen weide hebben waar ze lopen en een eigen uitsnijderij, dat alles in eigen hand is, zodat ook voedselveiligheid is gegarandeerd. Ook die connectie nog met de natuur. En ook diervriendelijkheid in de stal, dat ze op stro liggen. En dat vinden we als bedrijf gewoon heel belangrijk. Ja. Dat de beesten, de runderen die we verkopen, dat die ook gewoon goed hebben gehad. Koen, die of die? De helft eerst, dan kunnen we alles proeven. Ja. Best wel bijzonder, hè? Want jullie zijn slagers die wel hun eigen koeien bezitten. Ja, klopt. Dat is uniek te noemen. Het is eigenlijk begonnen, de veehouderij, met een hobby van mijn vader. Die vond eigenlijk runderen leuk en dat is als hobby begonnen en heel erg uit de hand gelopen. Ja. En in de 80 jaar is echt een professionele veehouderij begonnen. Maar het is eigenlijk jullie visie die uiteindelijk bij ons op het bord belandt. Ja, klopt. Hebben jullie nou alleen maar runderen of verkoop je nog meer vlees en is dat dan weer niet van jezelf? We verkopen natuurlijk alle soorten vlees. Kip, varkens, runds. Maar een paar voor de barbecue hebben we, een paar visspecialiteiten zelfs. Dit is varkensvlees? Ja, klopt. Weet je dan ook wel precies wat voor varken dat is en weet je dan ook wat... Ja, ik weet waar het varken vandaan komt. Die zijn niet in eigen beheer, maar ik weet wel waar ze vandaan komen. Ik weet van welke boer dat ze komen, die varkens heeft. En dat zijn ook korte lijnen van een kleine slachterij. Die komen rechtstreeks bij ons. En allemaal vrouwelijke varkens zijn het. Ja, natuurlijk zijn het vrouwelijke varkens. Die smaken gewoon ontzettend lekker. Het is echt leuk, want je kunt een slagerij hebben. Maar jullie hebben een slagerij opgebouwd. Jullie groeien nog steeds door met echt een visie over de hele breedte. Ja, klopt. En wat voel jij je nou eigenlijk? Slager, fokker, ambachtsman? Ik ben echt slager. Ik ben meeste slager. Stuk ondernemer. Toch moeilijk om te kiezen, hè? Ja. Maar het meeste slager wel. Ik voel het meeste als slager. Als ik zelf bijvoorbeeld in de worstmakerij sta en worst maak, vind ik geweldig om te doen. Of in de winkel klanten helpen, met vlees bezig zijn. Daar ligt toch wel voornamelijk mijn passie. Okay. Bij vlees, worstmakerij. Wat is dan de ultieme barbecue tip? Voor al die mannen die een beetje op Koen Pessers willen lijken. Ja, ik barbecue persoonlijk het liefst gewoon zelf echt lekker op kolen en briketten. En barbecue moet echt goed warm zijn, zodat je het snel dicht groeit. En lekker krokant, sappen erin blijven en aan de buitenkant een beetje krokant laagje en dan lekkere kruiolie gebruiken. Man, hou je mond, ik wil eten. Het is goed geweest. Zo. Smakelijk zou ik zeggen. Smakelijk, kwalitatief, lekker.